Middag allemaal. Gaat u zitten. Zoekt u een plekje. Nou, we gaan maar beginnen. Welkom bij de mini-masterclass over het tenderproces in grondontwikkeling. Ik ben uw host, Robert Bovee. Ik ben programmamaker gebiedsontwikkeling bij Pakhuis de Zwijger. En ik doe vooral nu de aankondigingen en even de Q&A op het eind. We gaan het tijdens deze masterclass hebben vooral over hoe het aanbesteden van een bouwproject precies werkt en hoe eigenlijk mobiliteit daar een onderdeel van is geworden. We hebben minder dan 30 minuten, eigenlijk 25 minuten om precies te zijn. Dus het is echt een speed class. We vinden twee presentaties plaats van 10 minuten. En daarna, ja, ik wil eigenlijk voorstellen om daarna even een moment voor vragen te hebben, als die er zijn. Ik ga de eerste spreker aankondigen, Erik Telen. Hij werkt al meer dan 20 jaar voor de gemeente Amsterdam. Grond en ontwikkeling om precies te zijn. En houdt zich onder andere bezig met selectieprocedure van marktpartijen voor de gronduitgifte. Dus voor jou. Dank je. Fijn om hier te mogen zijn. Ik was verrast en blij verrast bij de aankomst om heel veel fietsen van een bepaalde mobiliteitsaanbieder te zien. Dus, dit gaat even kort over tenders. En mijn vraag even aan jullie in de zaal is, wie van jullie heeft er wel eens meegedaan aan een tender? Oké, toch wel behoorlijk wat mensen. Fijn, goed om dat te zien. Ik vertel kort iets over selectiebeleid, tenderproces in de gemeente Amsterdam en neem jullie mee in de praktijk. De gemeente verkoopt grond of zet grond in de markt. Dat doet de gemeente via selectieprocessen, al dan niet via een Europese aanbesteding. En van een Europese, tussen haakjes aanbesteding, daar zijn wij toe verplicht als overheid. Als er cumulatief aan deze drie zaken is voldaan, dus we moeten als gemeente rechtstreeks economisch belang hebben, een bouwplicht aan de marktpartij opleggen, of we hebben eisen die boven de wet uitgaan. En mobiliteit zou je kunnen zien als wij in onze beleidsambities, als we die opleggen aan marktpartijen, zou je dat als een bovenwettelijke eis kunnen zien. Maar we hebben daar een slimmigheid op gevonden om toch hele goede aanbiedingen met mobiliteit te krijgen. En daar hebben we jullie hard bij nodig. Soms doen we ook zaken één op één bij marktpartijen, maar dat zijn eerder uitzonderingen dan dat het regulier ons beleid is. Er zijn allerlei manieren om selecties te doen. En dit zijn er een aantal. Amsterdam kiest voor openbaar meervoudig. En ik neem jullie mee in hoe dat proces eruit ziet. Wij vinden als Amsterdam dat we transparant, openbaar en marktconform moeten handelen. De wetgever verplicht ons dat ook. En we willen ook geen zaken doen met partijen die hun geld verdiend hebben op een niet legale manier, zal ik zeggen. We zien onze rol veranderen. Vroeger schreven we prijsvragen uit en selecteerden we plannen. Marktpartijen die deelnamen aan onze tenders, die zeiden, nou gemeente, dat kost hartstikke veel geld, kan dat niet anders. En daarom werken we met deze vorm, waarbij we in de eerste fase partijen selecteren en in de tweede fase inzoomen op het plan. Dus laagdrempeliger, in een andere rol vanuit de overheid, meer openheid voor de markt, dus ook voor mobiliteitsaanbieders of andere partijen op het gebied van mobiliteit. Dus veel meer van planselectie naar partijselectie in de eerste fase. Hoe werkt dat nou? Even zien. Het gaat niet goed. Even zien. Op een andere manier werkt de interactiviteit van deze slide niet. Ik praat jullie er zo doorheen. We hebben als gemeente ambities die ons college heeft geformuleerd. Die staan in onze beleidsstukken. Een van de ambities daarvan is een hoge duurzaamheid. En binnen duurzaamheid heeft mobiliteit een plek. Als we tenders in de markt zetten, dan weegt mobiliteit, wat voor tender we ook doen, altijd voor 30% mee in het gunningscriterium. Ik denk dat dat belangrijk is voor jullie als partij ook om te weten. Hoe lang duurt zo'n tender nou? De gemeente is eerst een tijd bezig, 3 tot 12 maanden in de voorbereiding. Dan is er een publicatie, weken om vragen te stellen, dan gaan we die beantwoorden. Dan is er een inschrijving en dan is er een voorselectie. Dan selecteren we eigenlijk alleen nog maar een partij. Uit heel veel partijen selecteren we dan 5 partijen voor. En die 5 partijen gaan met elkaar in competitie, meer gericht op het plan reageren. Uiteindelijk leidt dat tot een definitieve selectie. Overall duurt zo'n proces ongeveer 9 maanden.
Zoals gezegd, duurzaamheid altijd 30%. Kwaliteit met een percentage, programma met een percentage of optiebieding met een percentage. Over dat laatste zal ik zo nog iets zeggen. Een tender is, omdat we steeds wisselen met die percentages, iedere keer anders. Ik heb dat voor 4 willekeurige tenders voor jullie in dit plaatje willen laten zien. Bovenin staat kwaliteit, links duurzaamheid, rechts programma. En onderin de optiebieding, waarbij we de randvoorwaarden in de rode, paarse kleur hebben weergegeven. En de selectiecriteria in de blauwe kleur. Op locaties geven we als gemeente randvoorwaarden mee. Die hebben we opgeschreven in een bouwenvelop. En we laten vervolgens de markt reageren op die uitvraag die we doen met die gunningscriteria. En zoals je ziet, op sommige plekken vinden we bijvoorbeeld de kwaliteit heel erg belangrijk. En dan is zowel de randvoorwaarden van een gemeente gaat over kwaliteit, als de manier waarop een partij willen selecteren gaat over kwaliteit. Zo verschilt dat iedere keer. Die ambities zoals verwoord in, die geven onze randvoorwaarden mee. Maar die bepalen ook de manier waarop we een kavel gunnen uiteindelijk. Oh, ik ga de verkeerde kant uit, zie ik. Wat krijg je nou uiteindelijk na het winnen van zo'n tender, in ieder geval in Amsterdam? Dan krijg je niet meteen de grond, maar een optiecontract. Je krijgt dan voor een periode van 12 tot 24 maanden de tijd om samen met partners met wie je hebt ingeschreven een plan te ontwikkelen en uiteindelijk de grond af te nemen. In die gevallen waarbij we ook nog een opdracht meegeven, de gemeente Haarlem doet dat bijvoorbeeld, om het maaiveld aan te leggen, krijg je ook nog een aannemingsovereenkomst met de gemeente. Of als we bijvoorbeeld een fietsenstalling gebouwd willen hebben in een project. Dat is dan een overheidsopdracht en ook daarvoor sluiten we een apart contract af met de marktpartij. U zegt van nou, ik ben mobiliteitsaanbieder, mij duizelt het een beetje, voor mij gaan de stoplichten nu op rood. Wanneer moet ik nou instappen als marktpartij? En hoe weet ik nou wanneer jullie als gemeente iets in de markt zetten? Dat is jammer. Even zien. Dit had een interactieve slide zullen zijn. even zien. Dat is wel jammer. Wij publiceren alle uitvragen die wij doen op Tendernet. Dat is een platform, een website, waarbij allerlei vragen aan de markt gesteld worden op een manier waarbij een uitvraag gedaan wordt en allerlei documenten worden geüpload door de gemeente, zoals de randvoorwaarden, de bouwenvelop. Dat zijn de plaatjes die hierachter gestapeld zitten, die ik nu niet mooi 1, 2, 3 kan laten zien. En ik kon me voorstellen dat dat voor jullie best even zoeken is. Vandaar dat ik dit voorbeeld live even had willen laten zien. Wat je dan ziet als je naar Tendernet gaat en zoekt op publicaties van de gemeente Amsterdam. En dan liefst het onderdeel waar ik werk, want daar staan de tenders voor de gebiedsontwikkeling, grond en ontwikkeling. Dan kom je onze uitvragen tegen. En daarin staat vaak verstopt, en dat gaan we verbeteren, een document dat heet selectieleidraad of selectiebrochure, waarin het proces hoe wij een marktpartij selecteren en hoe wij een plan gunnen, precies dat uitgelegd. Wij geven aan de voorkant de grondprijzen die we residueel bepaald hebben als een soort cafetaria model mee. Dat is het plaatje wat je hier ziet. Parkeren kost ook iets. En, in dit geval is er sprake niet van een optiebieding, maar een vaste optievergoeding die we vragen voor het recht dat je krijgt om bijna 2 jaar aan zo'n contract te werken. We geven een programmatisch kader mee dat er onder verstopt zit in de blokken 6, 8 en 9. Zoals je onder ziet, zodat een marktpartij eigenlijk weet van nou, wat vraagt de gemeente nou? En waarop kan ik mezelf profileren om te winnen? Nou, in deze tender zat dus verstopt, zal ik maar even zeggen, in het onderdeel duurzaamheid, dat voor 30% mede gunning bepaalde, een onderdeel mobiliteit. Wat je dus kan doen als mobiliteitsaanbieder, selectiedocumenten opzoeken van gemeentes op Tendernet en kijken met zoek en vind of je daar iets vindt over duurzaamheid en dan specifieker nog over mobiliteit. En dan kun je een bondje maken of proberen te maken met marktpartijen van wie je verwacht dat zij mee zullen doen aan zo'n tender om samen met hen een mobiliteits aanbieding te maken voor de gemeente om daar vervolgens punten mee te scoren. In deze tender op Sloterdijk is dat uiteindelijk, vinden wij, goed gelukt.
En ik nodig jullie uit om samen met ons, hand in hand, zeg maar, de beleidsambities die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in tenders verder vorm te geven met andere marktpartijen. All right, dankjewel Erik. Applausje. Ja, ja, jammer dat het niet werkte. Is het nog een idee om de presentatie na te sturen voor de mensen die het willen? Ja, dat mag? Oké, okay, helemaal goed. Wachten nog even met de vraag. Ik ga gelijk door naar de tweede spreker. En dat is Mark Molhuis. Hij is partner bij Van Doorn Advocaten. En hij gaat verder wat meer vertellen over de juridische aspecten van het tenderproces. Ja, goedemiddag. De juridische aspecten, maar eigenlijk niet zo juridisch als jullie misschien denken. Ik ga niet praten over de aanbestedingskant, de tenderkant, dat is al gebeurd. Ik wil kijken naar het perspectief van de inschrijvende partij. Ik ben grafisch niet zo goed onderlegd, dus veel tekst, maar er zit enige interactiviteit erin. Maar ik hoop dat jullie de transversie van Windows naar Apple heeft overleefd. Ik wil kijken naar de inschrijver, want er wordt een tender uitgeschreven door de gemeente Amsterdam of een andere gemeente, wat in feite gewoon een aanbod is om grond te kopen. En hoe organiseer je dat nou als inschrijver? Wat moet je daarvoor afspraken maken? Welke partijen heb je nodig en hoe verhoud je je tot elkaar? Daar wil ik het eigenlijk over hebben. Erik die noemde net het voorbeeld van, hè, als mobiliteitspartij kan je gaan zoeken in die tenders van waar kan ik een haakje vinden om me aan te bieden aan de partijen die gaan inschrijven. Want ik zie nog geen mobiliteitspartijen zelfstandig op zo'n tender inschrijven. Hè. Dat zal in de regel toch een ontwikkelaar zijn of een combinatie van ontwikkelaars die er partijen bij gaat zoeken. Die ervoor kunnen zorgen dat de bieding die wordt gedaan goed wordt ontvangen. En omdat duurzaamheid 30% meetelt en mobiliteit daar ook een rol in speelt, heeft een ontwikkelaar, ik noem het maar even samen, mobiliteitspartijen nodig om een goede bieding te kunnen doen. Maar dat geldt ook voor stedenbouwkundige adviseurs, voor architecten, voor allerlei adviseurs. Dus de vraag is een beetje welke rol ga je spelen, want ik weet niet of jullie het zagen, maar je mag wat vinden van mobiliteit, maar het moet wel in 3 pagina's. Dus je mag heel weinig zeggen. Daarom is de rol van een goede mobiliteitspartij des te belangrijker om in die beperkte 3 pagina's een verschil te kunnen maken ten opzichte van de andere aanbieders. Uiteindelijk zal het project gebouwd moeten worden, speelt een aannemer ook een rol. Maar de ontwikkelaar die koopt de grond, maar zal uiteindelijk niet de eindbelegger zijn. Die zal aan de eindafnemer, de gebruiker, aan de woningcorporatie, aan een belegger of aan particulieren het project gerealiseerd verkopen. Dus deze partijen die spelen allemaal een rol aan de kant van de inschrijver. Nou, hier werkt het interactieve ook niet. Wat ik wil laten zien aan de hand van het tenderproces, wat Erik geschetst heeft, is wanneer ga je nou als betrokken partijen afspraken met elkaar maken? Op het moment dat de publicatie uitgaat, weet je dus als marktpartijen dat het project er aankomt. Dan ga je een consortium vormen als ontwikkelaars en eventuele andere betrokken partijen. En daar wil je afspraken maken over. We gaan gezamenlijk inschrijven. We gaan deze afspraken maken. We gaan 50-50 dat project in. Dit is het maximum, de maximum optievergoeding die we gaan doen. Gaandeweg de tender, als je door die voorselectie komt, wil je die afspraken misschien wat meer specifiek maken en ga je gedetailleerdere afspraken maken om uiteindelijk, als je die tender gewonnen hebt, een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Want dan ben je uiteindelijk de partij die het gaat uitvoeren en je moet afspreken hoe je als inschrijver, die niet uit 1 partij bestaat, maar uit meerdere, hoe je je tot elkaar gaat verhouden. Dat is eigenlijk een getrapte getrapt proces, beginnen met intentieovereenkomst, eventueel via een head of terms, naar uiteindelijk een samenwerksovereenkomst. Wat moet je dan afspreken in die intentieovereenkomst? Dus voordat je gaat beginnen met zo'n biedproces, eigenlijk is het natuurlijk de intentie om uiteindelijk, als je als winnaar wordt aangemerkt, om een samenwerksovereenkomst aan te gaan. En je spreekt af met elkaar hoe je gaat bieden, hoe je uiteindelijk gaat structureren. En je gaat ook wat zeggen over de andere partijen die een rol gaan spelen. Als je wat wil zeggen over mobiliteit, kan je daar denk ik op een verschillende manier voor kiezen. Je huurt een adviseur in die je per uur betaalt en die schrijft die mobiliteitsparagraaf.
Maar je kan ook alvast vooruitkijken naar een eventuele gunning en zeggen van nee, we gaan die mobiliteitspartijen zelf al bij het consortium betrekken. En daar zal je met elkaar als inschrijvende partij iets over moeten afspreken. Hè, wat is de rol? Wat ook van belang is, is exclusiviteit af te spreken. Want het is natuurlijk een competitieve markt waarin meerdere partijen op eenzelfde grondstuk inschrijven. Je wil niet dat de kennis die in het ene consortium zit doorlekt naar het andere consortium. Geheimhouding en exclusiviteit. Eventueel in dat proces kan je tot een hoofdlijnakkoord komen om het nog wat verder uit te werken. En in die samenwerkingsovereenkomst ga je het helemaal definitief maken. En richt je ook vaak bij een samenwerking met meerdere ontwikkelaars een joint venture op die uiteindelijk dan de grond gaat afnemen. Wat zijn dan de verschillende rollen die je kan spelen als mobiliteitspartij? Je zou, net zoals de ontwikkelaars die gaan samenwerken, al heel goed in dat consortium kunnen instappen en zeggen van nou luister, ik ben deel van jullie consortium. Ik ga met jullie mee die bieding doen en dan loop je in feite in dat proces van LOI, Head of Terms, samenwerkingsovereenkomst mee. Maar je kan ook adviseur zijn, nou, dan krijg je een vergoeding voor de bewezen diensten. En dat kan een combinatie zijn met het adviseurschap, je bent een potentiële opdrachtnemer, leverancier op het moment dat het project gerealiseerd is. En dan zou je ook in eerste instantie willen afspreken, luister, wij werken nu samen, maar op het moment dat er een overeenkomst komt, dat de grond aan jullie wordt gegund, wil ik met jullie naar een definitieve overeenkomst. Dat zijn dingen die je vooraf wil afspreken. Wat ook kan en waar je vooraf over na moet denken als mobiliteitspartij, hoeveel inschrijvingen krijgen jullie gemiddeld op zo'n tender? Dat wisselt. We hebben net een aantal tenders vergeleken, tussen de 6 en 11 inschrijvingen. En enkele, iets meer nog wel, 19 hadden we er één laatst. Ja. Nou, dan is de vraag hoeveel zeg maar, mobiliteitspartijen zijn er ten opzichte van die 19 inschrijvers. En hoe groot is als je bij de 1 zit, hoe groot is dan de kans dat je bij de winnaar zit? Iets meer dan 5%. Dan is de vraag, of daar wil je ervoor zorgen, dat als je toevallig bij een verliezer zit, dat je alsnog kan aanbieden aan de winnende partij. Dus daar zou je iets over willen afspreken van jongens, ik sta nu jullie bij deze tender, geheimhouding, exclusiviteit, maar dat geldt totdat jullie gewonnen hebben of tot en met jullie winst. Maar als jullie niet gewonnen hebben, dan moet ik me vrij voelen en vrij zijn om mijn diensten aan een andere partij aan te bieden. Dat wat mij betreft. Tot nu. Dank. Applaus. Oké, dank jullie wel. Moment voor vragen. Wie heeft er een vraag? Hier, ja. Kom even. Mijn naam is Gerard Vrijen-Stuart, gemeente Utrecht. De eerste spreker eindigde met een succesvol voorbeeld uit Sloterdijk. Dat riep mij een nieuwsgierige vraag op. Kan je daar iets meer over vertellen van wat het succesvolle voorbeeld was en waarom het succesvol was? Bij dit voorbeeld, een van de O-kavels op Sloterdijk. Daar werd voor wat betreft het mobiliteitsonderdeel met een ingewikkelde mix aan functies daarboven een mobiliteitsconcept aangeboden waarbij er maar uiteindelijk 30 parkeerplaatsen nodig zijn in het gebouw. Dat laat zien dat mobiliteitspartijen ervoor kunnen zorgen dat marktpartijen lage stichtingskosten hebben en duurzaamheidsambities van de gemeentes gerealiseerd worden. Dus jullie zitten als mobiliteitsaanbieder op een scharnierpunt waarbij jullie twee heren, als ik dat zo mag zeggen, zouden kunnen dienen. Oké, dankjewel. Nog een vraag. Hier. Robert Boshouwers van Rebel Group. Bij mobiliteit heb je vaak schaal nodig. En de meeste tenders zijn gewoon te klein. Hoe ga je daarmee om? Dus is dit een oproep om onze tenders groter te maken? Nou, dat sowieso, hè. Maar het heeft sowieso schaal nodig. Dus een dienstverlener moet zijn hele business case halen uit dat ene gebouw. Terwijl de meeste dienstverleners het juist willen halen uit de omgeving.
En waar ik dus zie is dat vooral in de tenderproces voor de dienstverleners dat een hele moeilijk is. Ja, ik snap je dilemma, maar ik zou zo 1, 2, 3 niet weten. Als je een goede tip hebt, dan hoor ik die graag. Hoe we dat bij de tenders zoals we die in de markt zetten. Waarbij toch ook vanwege het investeringsvolume door de markt vaak wordt gezegd van, nou weet je, dit is wel een korrel die we aan kunnen met deze x miljoenen aan investeringen. Dus, maar een terechte vraag. Heb je de gouden tip, Robert? Nou, wel ideeën, maar een andere. Voor het energievraagstuk geldt een soortgelijke vraag natuurlijk ook. Jawel, maar voor de grotere is het interessant om vooral de mobiliteitsparagraaf helemaal los te knippen van het gebouw. En dus apart te tenderen in een gebied. Nou, Patrick van der Kloost, ik heb bij BPD en ik was heel verheugd dat dat plaatje voorbij kwam, want wij zijn de winnende partij. En ik was ook heel benieuwd naar de uitleg waarom het nou, wij hebben natuurlijk allemaal gedachten waarom wij gewonnen hebben en waarom we dat hebben goed gedaan. En ik twijfel even of we dat nou echt, of we dat goede gesprek met elkaar hebben. Wij dachten, inderdaad, 30 parkeerplekken, heel weinig. Dat wij in onze bieding propositie hadden gezegd, ja, we hebben ook andere ontwikkelde locaties in de stad. Die gaan we koppelen qua mobiliteit met elkaar. Gaan we een systeemtje van maken. Ja, maar daar hoor ik u niet over. Maar dat is de winnende tip. Ik weet niet of hij gewonnen heeft, maar dat is in ieder geval een tip. Waarvan wij uitgingen dat dat misschien wel een winning tip was. Maar ik hoor hem niet terug van de beoordelaar. Maar dat is even zoeken. Erik? Ja, ik heb deze tender zelf niet beoordeeld. Maar, dus ik zit in het adviesteam dat collega's adviseert over hoe ze tenders in de markt zetten. En uit jouw feedback maak ik op dat jullie onvoldoende terug hebben gekregen waarom jullie de winnaar zijn van deze tender. Dus dat zal ik... We hebben de taart of gegeten, van je gedronken. Nee. We zijn er heel blij mee. Dat is wel. Ja, meestal vragen ook alleen verliezers daarnaar om te kijken of er wat te procederen valt. Voor een winnaar is het minder van belang blijkbaar. Het is natuurlijk wel interessant. Hè? Dus een beetje management speak, maar feedback is niet zo interessant. Feedforward is natuurlijk veel interessanter. Dus hoe ga je met elkaar weer werken aan de volgende toekomst? Dus ik snap heel erg die schaal, daar zoeken wij ook naar. Mm-hmm. Hoe kan je dat nou... Want die rentabiliteit zit toch in een soort schaalvoordeel. En als je dat... Nou ja, dus ik beaam wat er gevraagd is. Maar we moeten het misschien wel over hebben. Oké, nou jullie gaan gezamenlijk een biertje drinken. Eén vraag, we hebben nog ruimte voor één vraag. Nee, ik zit even te kijken. Niels, hoe laat is het? Precies half drie. Oké, nou dan ga ik gewoon... Ja, Robert, wil jij nog een laatste uitbrander? Ja, dat is gewoon een nieuwsgierigheid. Hè? Dus de projectontwikkelaar heeft een gigantische besparing als hij minder parkeer hoeft te realiseren. Wat vragen jullie daar iets voor terug, behalve een concept? Nou ja, nee. Nee. Zoals je tussen de plaatjes door misschien kon zien. We hebben losgelaten om te willen verdienen met gronduitgiftes. En gekozen voor programmasturing. Dus wij geven aan de voorkant het programma mee met in een cafetaria model... De residueel bepaalde grondprijzen die daarbij horen. En daar horen ook grondprijzen bij, zoals je kon zien, voor parkeren. Ja, dus als je met een goed onderbouwd mobiliteitsconcept laat zien dat je met minder parkeren uit de voeten kunt. En dat niet de wijk naast je plan last gaat hebben van heel veel parkeerders alsnog. Hè, dat is het uitgangspunt daarbij. Parkeren oplossen op de eigen kavel. Goede gebiedsontwikkeling doen zonder dat anderen daar last van hebben. En we komen tot een goede duurzame ontwikkeling van de stad. En als je dus dan, als je minder bouwt, hoef je minder voor de grond te betalen. Ja, dat hoort erbij. Oké, dankjewel. Dat was het voor vandaag. Niels, een programma? Even later. Ja, we hebben nu een pauze. En daarna dan zijn er weer drie verschillende programma's. En daarna is de plenaire afsluiting. Dus dank jullie wel voor jullie aandacht.